Freedom for refugees. Everybody is equal. Refugees welcome everywhere. Stop deportations. Op de 25e januari begonnen 300 immigranten in Griekenland de grootste hongerstaking ooit in Europa. Een simpele eis was erkenning van hun bestaan. Deze immigranten hebben de afgelopen 10 jaar in Griekenland gewoond en gewerkt. Zij zijn hun legale status kwijtgeraakt door een recente wetswijziging. Deze wetswijziging verhoogt het aantal werkdagen die nodig zijn om een legale status te krijgen. Zoals ze verwachten, geeft de economische crisis het moeilijker gemaakt voor immigranten om het benodigde aantal werkdagen te behalen. Door het verliezen van hun legale status zijn de immigranten in een leven van onzekerheid, onzichtbaarheid en angst terechtgekomen. De hongerstrijders strijden voor legalisatie van alle immigranten en gelijke rechten. In deze strijd riskeren zij het enige dat ze hebben, namelijk hun leven. De houding die tot nu toe aangenomen werd door de Griekse regering was in lijn met het Europese anti-immigratiebeleid dat bijna het massaal legaliseren van migranten verbiedt. De gezondheid van de hongerstakers was in erg kritieke toestand. Enkele van hen waren zelfs gestopt met water drinken, terwijl anderen al in het ziekenhuis waren opgenomen. Na 44 dagen van hongerstaken was er gisteren woensdag 9 maart eindelijk een overeenkomst en de regering kondigde praktisch de legalisatie van alle 3 hongerstakende migranten aan. Dit werd gewaardeerd door de hongerstakers en bracht een zucht van opluchting bij alle mensen, groepen en initiatieven in solidariteit met hun strijd. Echter vandaag verklaarde de minister van Openbare Orde dat de regering nooit akkoord is gegaan met de verlaging in duur voor een verblijfsdocument van 12 naar 8 jaar. Bot beweerde hij dat de hongerstakers hebben toegegeven en niet de regering. Daarom is er nog altijd reden voor protest om de regering te dwingen zich aan haar afspraak met de hongerstakers te houden. Solidarity with the hunger strikers. Legalisatie van alle migranten. One struggle, one fight. Solidarity is our power. One struggle, one fight. Love, house and freedom are our rights. One struggle, one fight. Together we are stronger. One struggle, one fight. We never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up.